Ze zijn 15 en 11 jaar oud, maar nu al behoren ze tot de top van de turnwereld. In april gaan Sarah Bulthuis en Yannick van Vlijmen naar Amerika voor het WK Acrogym. Acrogym is eigenlijk een soort gym met acrobatische trucjes. Sarah en Yannick zijn er zo goed in dat ze mee mogen doen aan het WK in Florida. Apentrots zijn ze. Heel erg trots, want ik krijg ook heel veel reacties en we worden ook overal voor gevraagd, weet je. Op de radio en voor op de tv en ook voor heel veel andere dingetjes. Ja, die aandacht is zeer leuk. Op school krijg je veel reacties, omdat je hebt natuurlijk Facebook en Twitter. En ja, daar wordt iedereen leest dat en op school krijg je veel felicitaties. Het is natuurlijk ook een bijzondere prestatie. Dat vinden ook de trainers bij gymnastiekvereniging Wilhelmina. Ja, super trots. Na jarenlang hard werken, ik bedoel met 5 zijn ze begonnen, 5 jaar heb ik ze de training gekregen. En nu eindelijk loon naar werken, heel hard werken. Met z'n allen, wij als trainers, maar zij als sporters ook. Het WK Acrogym is in april, dus de beide dames hebben nog even de tijd om de puntjes op de i te zetten. Ja, we hebben alle tijd nog wel nodig, want we kunnen nu alles. Maar alles moet nog geperfectioneerd worden, alles moet strakker en mooier en hoger en... Ja, dus die 11 weken hebben we nog wel nodig. Top 3 moet er toch wel inzetten? Ja, denk het wel. Maar dan moet het wel heel goed gaan.